Mijn naam is Sanne en ik heb een psychose. Ik heb een psychische ziekte waardoor ik dingen hoor en zie wat er niet is. Ik hoor bijvoorbeeld stemmen in mijn hoofd die me dwingen iets te doen, ook al wil ik het niet. Ik heb hier al een tijdje last van, al 6 weken om precies te zijn. En vanmiddag heb ik eindelijk een afspraak met een arts die mij kan helpen. Dit had je waarschijnlijk niet verwacht, dat je hier met een arts zou zitten. Ik wil gewoon geholpen worden. Dus hoe sneller jij mij helpt, hoe sneller je klaar bent. Ik ben bang dat het niet zo snel gaat als jij zou willen. Ik voel me gewoon rot. Allemaal stemmen in mijn hoofd die zeggen wat ik moet doen. Ik kan er gewoon niet meer tegen. Begrijp ik, je hebt een zware psychose. Dat was bij het eerste bezoek aan een huisarts helaas al wel duidelijk. Mag ik vragen wat die stemmetjes eigenlijk allemaal tegen je zeggen? Dat ik lelijk ben, dat ik niks waard ben. En dat ik net zo goed kan stoppen met school, omdat ik toch geen toekomst heb. Ik weet eigenlijk niet of ik wel door kan gaan met dit leven zo. Dat zijn heftige dingen. Heb je ook last van waanideeën? Het idee dat iemand je achtervolgt? Of depressieve klachten? Ik wil liever geen antwoord geven. Luister Sanne, erover praten is lastig. Maar ik ben hier om je te helpen. Ik heb trouwens medicijnen voor je besteld. Ze liggen klaar in de apotheek. Begin er vanavond al mee, alsjeblieft. De eerste keer bij een arts was spannend. Maar voor de eerste keer vond ik het best goed gaan. Alleen die medicijnen heb ik niet nodig. Wie wilt er nou medicijnen? Ze helpen toch niet. Hey Sanne, hoe is het? Hallo. Gaat alles goed? Je neemt wel je medicijnen in, toch? Ja, natuurlijk. Goed zo. De medicijnen werken bijna altijd namelijk. Bijna altijd? Bij 30% van de mensen werken de medicijnen niet. Maar bij mij werken ze gelukkig. Dat is goed om te horen, Sanne. Ik hoorde dat dat bij mijn broer ook zo het geval was. Wat bedoelt u? Ik had een broer. Hij had net als jou een psychose. En uiteindelijk had hij er genoeg van en is hij voor de trein gesprongen. Maar op een dag kwamen we al zijn medicijnen tegen. We dachten dat hij gewoon zijn medicijnen innam, maar heeft er nog nooit eentje ingenomen. Misschien als hij dat wel had gedaan. Misschien dat hij... Dat is in het verleden. Probeer het achter u te laten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, Sanne. Maar hopelijk leer je wat van dit verhaal. Dan neem je gewoon je medicatie in. Beloofd. Maar ik ga me weer eens naar huis. Ik was hier aan de vrouw om mijn frisse neus op te halen. Dus ik ga me weer eens. Tot de volgende keer, Sanne. Doei. Fijne dag. Dit is misschien het minst leuke stuk van dit verhaal. Maar het moet helaas wel verteld worden. Omdat het belangrijk is. Ik liep naar de brug toe. Klaar om te springen. Ik had nog geen enkel medicijn ingenomen, dus de ziekte was alleen maar erger geworden. Zo erg dat ik er een eind aan wou maken. Dus ik liep naar de brug en was klaar om te springen. En vlak voordat ik het wou doen, besefte ik me iets. Ik wou dit niet. De stemmetjes in mijn hoofd zeiden dat ik het moest doen, maar ik wou het helemaal niet. Ik liep naar huis en sprak mijn ouders aan. Ik moest de arts spreken. Ik ben aan de ene kant trots op je, Sanne, maar aan de andere kant ben ik ook teleurgesteld. Ik snap het niet. Je hebt op tijd aangegeven dat je op punt stond om zelfmoord te plegen. En dat is goed. Dat is echt heel goed. Maar wat is dan de slechte kant?
Je nam je medicijnen niet in. Je zei dat je ze innam, maar je moeder mailde mij gewoon dat je ze weggooide. En je zei ook nog eens dat ze werkte. Sorry. Met andere woorden, je krijgt nieuwe medicijnen. En die ga je ook gewoon innemen. En je gaat vaak met mij in gesprek. Maar dat wil ik niet. En wat als ik je beloof dat je beter wordt? Beloof je dat? Ja, dat beloof ik. Heeft je wel goed gedaan. Dankjewel. Maar blijft het nu zoals het is? De psychose zal nooit verdwijnen. Het is een deel van je. Maar je hebt nu wel geleerd hoe je ermee om kan gaan. Ja, dankzij jou. Maar waar ga je nu heen? Ik ga naar een andere werkplek. Ik ga werken voor GZJ, Gezondheid voor Jongeren. Ik ga in de kliniek werken in Brabant. Dus je gaat weg? Ja, ik krijg een loonsverhoging en het kan een begin zijn van een goede carrière. Laat je me nu alleen? Zo zou ik het niet willen. Maar u gaat me niet meer begeleiden? Nee, er is een vrouw. Haar naam is Tessa en die gaat nu met jou de gesprekken voeren. Maar ik wil met jou de gesprekken voeren. Dat snap ik. Wacht. Dit is mijn persoonlijke e-mail. Die mag je eigenlijk niet zomaar krijgen, maar voor deze keer maak ik een uitzondering. Dankjewel. Ik ga je missen. Ik jou ook, Sanne. En hier eindigt mijn verhaal. Ik ben nog niet helemaal genezen en heb af en toe nog een gesprek. Maar ik ben heel erg blij met de hulp van mijn arts. Ik zal zijn hulp nooit vergeten. De stemmetjes in mijn hoofd zijn er nog en zullen ook nooit weggaan. Maar ik heb wel geleerd om ermee te leren leven.